Een grote aap stelt al het speelgoed, wat moeten we nou doen? Mario die gaat ze letten, hij geeft hem van cartoon. Hallo kijkers van Shine Sprite, het is een nieuwe aflevering van Mario vs. Donkey Kong. In deze aflevering gaan wij eerst eventjes Mario's rondleiden naar de toybox. Maar daarvoor moeten ze eerst alle toys zien te fixen. Wacht. Ze moeten er dan eerst uit. Ze allemaal gecompleet heb. Ik ben een blije jongen. Oh, yeah. Perfecto. Perfecto mundo, Raimundo. Oké. Okay. Het is tijd. Voor DK Donkey Kong. Gehaald of niet omdat ik 2 levens kwijt ben geraakt. Oeh, nee, je moet hem halen zonder gehit te worden. Oeh. Dat is wel interessant. Fire Mountain. Ja, we gaan wel voor de 100% completion natuurlijk. Moet ik dan de eerste? Ik zie dat ik nog maar nu maar 4 over heb. Oh, oké. Okay. Dus waarschijnlijk heb ik hem dan alsnog niet 100%. Nou, sowieso niet omdat ik 1 keer geraakt ben. Maar dan moet ik weer eerst die toybox vullen. Oh, dat is wel super kut. Oké. Okay. Thank you.
Okay. Let's go, little guys. Ja, snappen we. Oké, okay, perfect. Snap ik. Gaan we dan ook met die levens de Donkey Kong level in? Ja. Dus dat zien we wel. Oké. Okay. Ja, dieven en top. Nice. Nu heb ik hem wel compleet. Oké, nice. Die vind ik best wel, dat vind ik best wel grappig, alleen het is wel moeilijk. Want als, het gaat natuurlijk steeds moeilijker worden. Dus dan ben ik zeer benieuwd hoe de levels gaan worden. Maar het maakt niet uit, een beetje uitdaging is niet erg. Oh, dat kan dus niet. Kut. Oké. Nou, dit worden weer heftige mechanics, oké. Okay. Hey, die wordt playable in nieuwe Super Mario, in de nieuwe Super Mario Party. Cute. Dat merk ik al, dat elke wereld zit zo vol met nieuwe gimmicks, dat ik echt eventjes moet wennen elke keer wat er allemaal wel niet mogelijk is. Kut. Mamma mia.
Kut. Ik leef nog. Ik moest de andere kant op natuurlijk. Dit level is kut. Ik ben nu aan het trouwen, merk ik. Ik merk dat ik te ongeduldig word. Dat is sowieso al het gevaar bij Mario. En zeker bij dit, omdat het wel heel erg repetitive wordt als je elke keer hetzelfde stukje van dit opnieuw moet doen. Weer. Waarom kan ik daar dan niet gewoon bij? Wacht, ik heb een idee. Oké. Level gecleared. Het was pas level 1 van wereld 3, hè? Zal zij allemaal vuurpoepjes laten, die vogel? Dat zou best kunnen. Oh, je kan niet op haar staande. Oh, je kan hier natuurlijk gewoon die kant op springen. Nevermind. Wat een kutvogel. Maten en matinnen. Wat een tyfus vogel zeg. Oh. Hier weg met die vogel. Auf sieben. Ha!
Oké, dit was een leuk level. Dit was een makkelijk level. Dit leuk equals makkelijk? Nee, dat is niet altijd zo. Maar soms wel. Nice. Op naar wereld 3. Of naar level 3 in wereld 3. Het is hier zo tauw. Het is ook 27,5 graden hier. Het is hier taf als heet. Oh, wat? Dat had ik niet door dat het aan het gebeuren was. Maar ik heb het gehaald. Maar het zal vast hier weer zo zijn. Oh, ik haat tijdsdruk. Eerst even de incentive zoeken om hier naar boven te gaan. Simpel leveltje. Lekker man. Oké, level 4. Sorry als het in de mic was, Nando. Gelukkig is het niet het level al af als je tegen de Robo Mario aanloopt, want anders dan ga je heel veel cadeautjes missen. Oh, dit is weer met lava.
Oh, nice. Oh, die hitboxen, of hoe je het ook beter wil noemen, zijn echt kut in deze game. Oh, er zijn weer vogels hier. Oh. Dat had ik niet gezien, maar dat was wel duidelijk. Oh ja, er is geen walljump hier. Oh. Mamma mia indeedy. Hier gewoon weer naar boven. Tadaa! Goed, ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en gaan we volgende aflevering verder met Wereld 3. Adios, amigo.